Wie wil daarmee beginnen over dat samen en de veerkracht? Het is eigenlijk een van mijn favoriete onderwerpen. Hoe besmettelijk ons gedrag eigenlijk wel niet is. We hobbelen allemaal naar hetzelfde restaurant, omdat we daar nou eenmaal denken, oké, als daar nou eenmaal mensen zitten, dan is het eten daar vast goed. Maar dat geldt dus zeker ook voor emoties als paniek en stress en angst. Dat is super, super, super besmettelijk. Dat heeft ook te maken met dat we wat heet spiegelneuronen in ons brein hebben. We spiegelen als het ware wat we om ons heen zien helemaal automatisch in ons hoofd na. En dat betekent dus inderdaad dat paniek heel besmettelijk. Ik bedoel, van die rampen als zo'n love parade, waar ineens iedereen in paniek over elkaar heen rent. Dat is natuurlijk een heel negatief voorbeeld daarvan. Wat ik trouwens ook niet zo handig vind, is dat we dan nu in de media gaan roepen dat 80% van de Nederlandse jongeren depressief of een burn-out heeft. Dat wordt bijna een soort self-fulfilling prophecy. Want dan denken al die andere jongeren die dat misschien nog niet hebben van, oh, nou ja, dat zal wel normaal zijn dan. Dus dan heb ik dat vast ook. Daar moet je vooral van zien weg te blijven. Maar omgekeerd kun je natuurlijk dat besmettelijke gedrag ook gebruiken in positieve zin. Hè? Als je zelf rust en kalmte uitstraalt, ja, dan werkt dat heel snel op de omgeving ook als, oh, oké, niks aan de hand. Dus je moet het ook echt samen doen. Ik denk dat dat ook een belangrijk geheel is. Dus, en dat verbindt eigenlijk een aantal elementen die de vorige sprekers ook die benoemd hebben. Hè? Dus aan de ene kant de autonomie hebben om zelf dingen te kunnen besluiten in je pad om veerkrachtig te worden. Maar ook om het samen te doen, dus dat belonging deel. Omdat dat ook goed voelt voor elkaar, hè? Die adviezen van anderen en ook de support gewoon van anderen. Dat vind ik zelf altijd wel echt enorm mooi, zeg maar, aan mensen als ze dat kunnen en durven en het lef hebben, dus om dat te laten zien. Want dan sta je dus open voor hulp. Dan weten mensen ook dat je hulp nodig hebt. En dan blijkt het vaak wel in je omgeving dat mensen bereid zijn om je te helpen. Maar inderdaad, gewoon mensen een beetje veerkrachtiger maken, daar staat daar niks mis mee. Maar het moet niet. Fouten maken mag. En dat is ook heel veerkrachtig. Voor de jeugd van tegenwoordig wordt het wel een beetje moeilijk gemaakt. Want je moet op YouTube zie je allemaal filmpjes en thumbs up voor de likes en zoveel mogelijk likes. Dus daar mag je eigenlijk juist weer helemaal geen fouten maken. Dus het wordt ook door je omgeving niet altijd per se makkelijker gemaakt om fouten te maken in het open. Ja. Maar goed, ik denk als Campina uiteindelijk met een veerkrachtmeter komt, als dat zover komt, dat het dus niet meer alleen is dat je perfect moet zijn, dat de veerkrachtmeter daar niet alleen in zit. Het lijkt me helder dat dat ook uit jullie komt. En niet alleen maar vanuit jezelf komt, dat je daar hulp bij nodig hebt. Dat het ook mag dat je veerkrachtig bent, maar wellicht niet perfect in sommige mensen hun ogen. Dus volgens mij is dat ook helder, dat niet de veerkrachtmeter, dat die niet wordt dat de veer helemaal gespannen is en wellicht direct eruit gaat. Ik wil jullie allemaal bedanken. Ik wil Epke natuurlijk een heel mooi Olympisch jaar wensen. En ik hoop dat we nog één keer van je kunnen genieten. Hij staat, dat we dat met z'n allen kunnen aanhoren. Esther, ik wil jou ook heel veel plezier en succes wensen met jouw Paralympische ploeg in Tokio. Koen, ik hoop dat er heel veel lekkere melk bij je vandaan komt en dat we daarvan kunnen genieten. Rolf, dat we nog heel veel gaan leren van wat voeding allemaal voor ons kan betekenen. Ik krijg af en toe als ik ga wielrennen een hongerklop, dus ik doe dat beslist niet goed. Ik moet eiwitshakes gaan drinken, dus ik ga wat informatie bij je inwinnen. Ik heb nu iets te vaak aan een hongerklop. Is niet zo'n fijn gevoel. Eén keer is het leuk, maar niet te vaak. Victor, bedankt ook voor je mooie inzichten. Richta, ook ontzettend mooi bedankt. En doe allemaal je best. En wees veerkrachtig of niet. Blijf ook fouten maken.